een hele goede morgen. Ben je weer wakker? Het is zondag, maar kijk dan. Veel te vroeg. Normaal gesproken slaap ik graag uit, maar hè? Heb je niet altijd voor het kiezen? Dus ga de dag weer beginnen. Dus even lekker gebakken eitje. Een bruin brood natuurlijk. Dus ja. Oh, lekker, lekker, lekker. Hier kipfilet met jonge kaas. 1 plakje natuurlijk. Mag niet zoveel. Ik ga lekker eten. Kijk maar. Ja, voor goud zeg je wel, beuken is altijd. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Maar dit is volgens mij een specht. Echt heel gaaf. Dan wil ik jullie even laten zien. Hey mensen, ben ik weer. Wat doen jullie eigenlijk altijd op een zondagochtend? Eigenlijk volledig op een zondag. Ik ga altijd eventjes kijken op Netflix of er wat er staat. En toevallig, echt, ik hou er wel van, hè, dat een beetje magie en dingen en zo, zeg maar. En Peter Pan was vroeger mijn jeugdheld, maar dit is een hele andere Peter Pan. In het Nederlands, nou ja, het is wel leuk, moet ik zeggen. Hebben jullie deze al eens een keer gezien? Laat het weten hieronder in de comments. Hij is wel leuk. Ik zou hem wel aanraden. Zo, ben ik weer. Ik heb even bedacht. We gaan even een kleine unboxing doen. Ik heb een tondeuze gekocht van de Action. Is iets, nou was 7 euro zeg maar. En even kijken of die goed werkt. Oh, het ziet er wel aardig netjes uit. Heel handig als je op vakantie gaat, heb je een spiegeltje. Een spiegeltje met een... Nou, hier kan zeg maar de, dat dingetje in, of de tondeus, hè. Okay. Zo. Zit ook stroom op? Een kabeltje, olietje. Oh, een klein vegetje om de haartjes op te komen. Maar ja, waar heb ik hem voor gekocht? Het is voor mijn baard. Laat mijn haren door de kapper doen, maar ik trim mijn baard graag. En ik had een tondeuze, het opzetstukje zeg maar, die was ineens kwijt, verloren. Dus ja, je moet dan wat, hè. Dus we gaan hem even uitproberen en dan laat ik jullie zo even het eindresultaat zien.
Nou ja, ik moet zeggen, het werkt goed. En dat kost 7 euro. Ik kan hem hier ook verstellen. Kijk. Ja, handig. Het merk. Ik heb geen idee of dat het merk is. Ja. Het werkt goed. Dat kan ik van mij zeggen. Netjes. Als jullie nog willen weten wat het merk ervan is, dat is stel scherp. Nou. Impuls. Zo, en wat tussendoor even eten. Ja, dat vergeet je ook de hele tijd, maar wie kent dit nog? Altijd lekker tussendoor eventjes. Met sweet chili. Echt heel lekker. Ik heb ook die rund. Die ga ik zo opwarmen. Ik heb tenminste nog iets gegeten vanmiddag. Ik heb altijd moeite mee om in de middag wat te gaan eten. Dus ja, dan is dit nog wel makkelijk. En ik was ondertussen gewoon even de vlog aan het kijken van de familie Hofman. Dus ja, ik zou zeggen, ga ook op hun abonneren. Steun elkaar. Zo, dan is het alweer avond. Ik was even bij Enzo Knol aan het kijken. Elke dag, hè, om 4 uur een vlog. Was ondertussen eventjes mijn stamppot boerenkool aan het opwarmen. Even 2 hamburgertjes. Maar weet je wat nog wel grappig is? Wat raar is? Deze magnetron, die geeft dan aan dat die klaar is, gaat die piepen, maar het blijft doorgaan. Kijk hoor, doe ik hem open en het blijft doorgaan. Echt gestoord toch? Ik denk dat hij gewoon kapot is ofzo. Dus ja, dan doe ik hem eventjes de stekker eruit. En dan komt er weer in. En dan is hij weer goed. Oh, lekker. Wie eet er op deze tijd ook allemaal boerenkool? Echt lekker hoor. Ja. Zo, even lekker stampen boerenkool eten. En dan ik sta weer bij jullie terug. Yes, ik ga de vlog afsluiten, want ik heb gigantische hoofdpijn. Oorpijn doet, ja, mijn oor doet gewoon heel erg veel pijn. Dus ik ga nu even lekker relaxen. Ik ben ook de evenwicht een beetje kwijt, dus ja. Ik heb morgen weer een nieuwe vlog. En tot de volgende video, later.